Ja, Donny van der Beek, 4-0 tegen Sparta. Waar ben je tevreden over vandaag? Nou ja, dat natuurlijk in de eerste met de uitslag. Maar ja, het zat natuurlijk ook wel mee natuurlijk. Twee eigen goals en ja, wat dat betreft zat het wel een keer mee vandaag. Ik vroeg me af of er überhaupt nog een Ajax-seat op het scorebord kwam te staan vandaag. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht nou, maar het zat eindelijk een keer mee en dat moet nou mee. We hadden nog wel een aantal keer kansen natuurlijk. 1-1, ik heb nog een keer de kans. En nog wel wat van die ballen. Maar ja, wel lekker dat ze erin vliegen. Waar ben je minder tevreden over vandaag? Nou ja, ik denk eerste helft ook vooral dat we niet echt voetbalden en zo. En ja, dat moet wel beter. Je merkt dan ook een beetje gemoor van de tribune. Hè? Ik denk dat mensen hier toch naartoe komen met, dat wordt een mooie pot voetbal en dat valt dan misschien toch iets tegen. Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar ja, uiteindelijk winnen we wel met 4-0 en dat is dan wel weer lekker. Is dat een proces waar jullie in zitten nog? Omdat begin van het seizoen het nog zoekende of zo? Nou ja, dat zijn wel gewoon dingen die beter kunnen en moeten. En daar werken we gewoon aan. Maar heeft dat dan te maken met posities of het spel? Waar heeft het mee te maken? Nou, gewoon bepaalde patronen, vaste dingen die er nog in moeten. Kleine dingen ook soms. En daar zijn we mee bezig. Volgende week Feyenoord. Zeker, een mooie wedstrijd. Ben je een beetje klaar voor? Ja, tuurlijk. We gaan deze week met z'n allen vol trainen en bespreken met z'n allen. En dan moet het goed komen. Dan nog tot slot, jullie spelen met een rouwband vandaag en er wordt een minuut geklapt op voor Van der Laan. Wat doet dat met jou? Heb jij persoonlijk nog iets daarmee gehad? Of behalve dan dat hij overleden is, dat hij er niet meer is? Nou, ik heb hem persoonlijk nooit gesproken, maar hij heeft wel natuurlijk heel veel goede dingen gedaan. En ook voor Ajax, denk ik. En dat is ontzettend sneu dat die man overlijdt. Maar ik denk dat het wel een mooi applaus voor hem op zijn plaats is. Je merkt dat Amsterdam iets kwijt is? Ja, zeker weten. En natuurlijk iedereen deed ook wat. En wel mooi dat iedereen het volle borst geklapt heeft voor hem. Nou, op de volgende week. Dankjewel, man.